we zijn eigenlijk, hadden we ons ingeschreven voor een aantal marathons voor Kika dit jaar. Daar hebben we ook al heel wat geld voor opgehaald. Alleen ja, zoals iedereen weet is alles afgelast voor het hele jaar. En om toch iets voor Kika te doen, heeft Kika, de stichting Kika heeft Kika at Home in het leven geroepen. En dus vandaag is heel Nederland eigenlijk oranje gekleurd. Heel veel mensen zijn gaan lopen voor Stichting Kika, echt overal. En wij hebben besloten om een hele marathon te lopen. We zijn gestart vanmorgen in Deventer. En, half elf, ja inderdaad. We zijn thuisgekomen hier. Half elf gestart inderdaad. Onderweg een mooi team dat ons heeft aangemoedigd in reizen. Dus het was heel fijn. Toen moesten we nog 16 kilometer. Nou, die hebben we doorgebuffeld samen. Ja, echt. En dan zo'n mooie ontvangst. Het is super. Ja. Jullie lopen heel veel marathons en jullie waren ook goed getraind hiervoor. En jullie zamelen ook heel veel geld daarvoor in. Kan je uitleggen wat jullie drijft om dat steeds te gaan doen? Nou, we zijn in 2017 zijn we begonnen met onze eerste marathon. En daar hebben we het doel Stichting Kika aangekoppeld. Omdat wij dat gewoon een heel mooi doel vinden. We hebben zelf allebei 3 gezonde kinderen. En het is niet vanzelfsprekend. Nou, dat merk je maar weer nu in deze tijd. Dat gezondheid toch heel belangrijk is. Ja. En toen zijn we eigenlijk naar Chicago gegaan. En hebben we een marathon gelopen. En ja, dat heeft ons zo geraakt dat we eigenlijk ons vrijwillig zijn blijven inzetten voor Kika. Inmiddels 3 jaar denk ik zo'n beetje. Ja, we hebben al heel wat marathons gelopen. We zijn gewoon nu... we waren fit. En we waren getraind. Ja. Dus wij vonden het heel leuk om te doen. En ja, dan stel je er ook op in. En klopt. Zoals gisteren, ja, je denkt aan vandaag en je weet dat je dit gaat lopen. En als je er mentaal klaar voor bent, dan ben je echt al heel eind. En veel hulp gaat onderweg, hè? We hadden een pacer bij ons. Dus we konden de drankjes in de fietstassen doen. En dat was ook wel heel fijn. We hadden muziek een beetje onderweg op onze eigen manier. Ja. Dus ja, dat maakt het wel een stukje makkelijk om te lopen. Alhoewel het wel een saaie route was. Geen publiek? Nee, dat, geen publiek. En het is er gewoon helemaal buitenaf. En vooral het laatste stuk en het zwaarste stuk is parallel langs de grote weg natuurlijk. Dus dat is een blik op oneindig en gewoon door. Ja, wat jij net zegt, gewoon doorbuffelen. Ja, klopt. Dat is dat hebben we gedaan. Ja. Jullie hebben al heel wat geld ook ingezameld. Kan je een beetje aangeven hoeveel dat is in de loop der tijd? Ja, we hebben heel veel leuke acties ondernomen, waaronder heel veel sponsors lopen bij scholen. We hebben bingo's gedaan op bejaardencentra. We hebben een tennistoernooi gehad, golftoernooi. Ja, eigenlijk. Ja, vooral heel veel op scholen hebben we eigenlijk gedaan. Van estafettes tot obstacle runs. En ik denk inmiddels zo'n 60.000 wat we hebben opgehaald voor Kika. Ja, vandaag dan vandaag niet. Vandaag was gewoon echt in het teken van toch even weer aandacht. En een sportief evenement met 1600 man. Ja, het heel Nederland kleurde oranje. Dat was echt heel mooi om te zien. Ja. Hebben jullie daar veel van meegekregen onderweg? Nee, want wij liepen alleen. Wij liepen buitenaf. Klopt. Met z'n tweeën en een paar meter erachter de fiets. Van heel veel mensen die ons tegenkwamen. Ja. Dat wel, want je ziet je shirtje. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja. Verder waren we natuurlijk gewoon alleen. Ja, gewoon alleen. Maar als straks die hele coronatijd weer achter de rug is, gaan jullie weer door? Absoluut. Wij gaan altijd door. Zolang we nog kunnen, zolang ons lichaam nog meedoet. Zeker. Het is een heel goed doel en daar gaan we zeker voor door. Ja, zolang het nog kan zeker. Ja, we hopen volgend jaar dat het gelukkig allemaal weer doorgaat. Ja. Maar dat is even afwachten hoe het gaat lopen natuurlijk. Maar ja, we hopen er wel op. Zeker. Ja.